Hey, goedemorgen Ramon. Hey Edwin. Sta jij in de rol van opzichter of sta jij... Nou, dat wel een beetje. Ja. Eigenlijk verdeel ik het werk een beetje en ik werk zelf natuurlijk ook mee. En dan zorgen dat het gewoon tot een goed einde komt overal waar we werken. Waarom? Wij kennen elkaar vooral digitaal tot nu toe. Op een of andere manier missen we elkaar. In de stad missen we elkaar stad. Altijd. Maar jij bent van het bedrijf Hocus Pocus en glazen wassen. Of nog andere dingen ook, of vooral glazen wassen? Nee, hoofdzakelijk glazen wassen. Af en toe is een speciale schoonmaakklus. Dus een paar weken geleden deden we de drukkerij. Helemaal stofvrij gemaakt. Ja, daar heb ik jullie ook bezig gezien. Klopt. Met kinderboekenweek. En dat is gewoon een uitdagende klus. Ik heb dat ooit een keer gedaan en dit is voor de derde keer. Dus dan weet je hoe het moet en dan gaat het makkelijker. Maar nu zijn we bij het Zeeuws Archief en daar was ik toevallig van het weekend ook al in verband met de open dag. En dat is natuurlijk, je ziet het achter je, een prachtig gebouw. Maar jullie zijn nu met het met volle ornaat ingehuurde mensen en het hele team door het gebouw bezig. Ja. Want wat is precies de bedoeling? Moeten jullie echt alles wat glas is in het gebouw doen? Of gaat het nu alleen om het nieuwe deel? Of? Al het glas, omlijstingen, alles wat er is, houten deuren, is in november. In het jaar zeg maar binnen buiten de bewassing en vier keer per jaar doen we het Louvre hier zo, de glazen piramide, en één keer per jaar doen we de volledige buitenkant. Dus dat is een bepaald contract wat we hebben met het Zeeuws Archief. Het is mijn trots eigenlijk dat ik dit mag doen voor de provincie. Dat is echt, dat wil je graag als Zeeuws bedrijf, wil je iets voor de provincie betekenen. En met aanbestedingen komen wij eigenlijk nooit aan bod als kleine zelfstandigen. Dus daar heb ik wel eens met Carla Pijs over gehad en de burgemeester Schouwenaar. Vaak kun je alleen collectief inschrijven als zzp'ers om een aanbesteding boven de 25.000 euro omzet te krijgen. En dat kost al zoveel geld om dan een offerte te laten maken. Kost gewoon 2.000 euro en iedereen zegt, nou ja, dan is het recht van de goedkoopste, dus daar gaan we niet aan beginnen. Nee, precies. Dus heel jammer dat ik bijvoorbeeld Rijkswaterstaat zou ik heel graag willen doen. Dat een bedrijf uit Dordrecht dat krijgt, dat vind ik jammer, want ik wil hier werkgelegenheid creëren voor jongeren die glaaswasser willen worden. Ja, ik heb zulke dingen ook wel van andere bedrijven gehoord, hè? Bijvoorbeeld schoorsteenveegbedrijven of noem maar wat, die hebben daar ook mee te maken. Klopt. Maar wat ik ook wel interessant vind is natuurlijk, in Middelburg zag je vroeger, zelfs nog in de tijd dat ik wat jonger was, dan zag je echt vroeg van die mannen met van die handkarren. En dat is tegenwoordig allemaal veranderd, je ziet mensen ook niet meer op ladder staan, maar met telescoopborstels. Maar hoe is het nu in Middelburg? Want er zijn niet zo gek veel bedrijven. Jij hebt zo'n beetje wel toch, minstens de halve binnenstad, of vergis ik me dan? Eigenlijk de hele binnenstad. Ik heb dat overgenomen zoveel jaar geleden van Rini van der Weel. Dat is een bekende naam, ja. Die liep inderdaad met de handkar met ladders in de rondte. Ja. Dat heb ik zelf in het begin ook gedaan, op de oude manier glazenwasser. Zo ben ik opgevoed. Ik doe het bijna zelf al 25 jaar. Dus ja, echt vakwerk. Uiteindelijk moet je mee met de tijd van als we hoogtes gaan beperken. Je komt nog maar tot 2 hoog op een ladder. Ja, hoe ga je de rest doen? Maar hier dus tegen zo'n wand als dit zou je eigenlijk ook geen ladder aan kunnen zetten, toch? Of kan dat wel gewoon? Het kan wel, maar dan kom je onderin natuurlijk knel te zitten. Dat je gewoon niet meer erbij kan met rekken. Nee. En dan moet je ladder afbreken en dan weer lager stuk pakken. En maar Ramon, want dat was eigenlijk de aanleiding. Ja, hier met 5 man. Je bestaat ook nog zoveel jaar, toch? Is dat nou precies 10 of zit je nou 11? Ik besta 11 jaar. Maar ik ben 10 jaar actief in de stad Middelburg. Ja, maar waar kom je oorspronkelijk vandaan? Oorspronkelijk uit de Randstad, uit Leiden. Ja, er zit een accent in. Ja, klopt. Ja. Maar je bent inmiddels voel je helemaal Middelburger. Ik ben wel Middelburger, ja. Ik ga je niet meer weg. Hey, wat ik ook altijd graag wil, maar dat is hier wat lastiger, denk ik. Ik wil altijd overal het dak op. Ik denk, nou, dit is misschien een buitenkast. Ja. Maar jullie zitten niet echt op een dak, hè? Hier niet. Hier is maar één dak aan de voorkant in de schaduwzijde. Dat is de andere kant van dit glas. Hier. Ja, dat is een heel klein dakje. We kunnen kijken, maar... Nou, lopen we er even naartoe, je weet maar nooit. Oké. Okay. Ja, dit is de brouwerij geweest. Gaat niet morgen wel, maar... Ja, ik zag hem. Die was er goed te doen. Nou, Ramon, staan we toch nog heel even op een dakje. Kijk je toch nog zo de stoppelaarstuin in. Ja. Met die plakgevel, toch? Ja, dat is toch een beetje de achterkant van de stad, hè? De bovenkant van de stad. Ja, eigenlijk... Hier nog een klein doorgangetje. Plekken waar je nooit komt. Heb je ook hier naast een binnentuintje. Nou, daar komt eigenlijk ook nooit iemand. Waar een binnentuintje? Hierachter. Oh ja. Heel klein binnentuintje. Op hoogte? Nee, laag. Maar je kan wel straks kijken. Dat is best wel apart. Ja, deze hier best wel mooi. Het mooie hier zo. Kom je op de zon terecht. En de eerste etage waar je tussendoor ging. Met je pop achter de ramen. En het leuke is, overal in het gebouw
heb je schilderijen hangen en het planetarium, de kamers die je aan het wassen bent aan de binnenkant, alles is anders. Dat is het mooie ervan, van dit pand. Maar ja, of je nou monumentaal hebt of dit, glas blijft glas, hè? Dat maakt helemaal niet uit wat je was. Of... Dit glas moet gewoon van binnen met de hand en dan ben je gewoon behoorlijk mee bezig. Dat is echt trekje bij trekje. Ja, dan gaan we morgen binnen aan de gang. Ja, buiten kan dan nu met die borstels. Het moet wel veilig blijven. Maar zijn er dan ook ruimtes hier in het gebouw die je niet doet? Er zijn er ongeveer twee die ik denk ik niet doe. Oké. En die doen ze dan ook gewoon helemaal nooit? Nee, daar kan je niet bij. Nee. En dan, zelfs niet met een hoogwerker. Maar dan wordt het ook niet vies toch als je er niet bij kan? Of? Ja, nee, daar wordt gewoon ook niet doorheen gekeken, zeg maar. Hij komt helemaal uit Oesfeest. Ja, kom je speciaal voor deze klus in Zeeland, ja? Ja, ook voor Rommel. Oude maat van je. Nee, kijk, je bent zo op elkaar ingespeeld. Hey, maar als je nou met zo'n lange telescoop bezig bent, kan je er nou eigenlijk wel kracht mee zetten? Ja. Het lijkt me best intensief, of valt het wel mee? Nee, het is wel intensief. Ja. Kijk, je kan dit niet meer op de ladder doen. Nee. Dat is het probleem. En dit is een goed alternatief. Ja. Nou, over het algemeen gaat het altijd goed. Maar leuk om het zo eens even te zien. Mocht je nou nog eens een klus hebben dat er een mooi groot dak in de stad beschikbaar is, dan weet je me te vinden. Koffieglazen was er. Ja, precies. Ja, wil jij wel mee natuurlijk. Nee, maar ik ben er altijd tuk op om eventjes mee te kijken op gekke plekken. Dus hou me op de hoogte. En nogmaals gefeliciteerd met je jubileum. Dankjewel. Hou vol, hè? Ja, we gaan door. Oké, bedankt. Hoi.